Dat het niet hebben van een filter is soms wel vervelend. Vooral op verjaardagen. Op verjaardagen met het hebben van meningen. Want ik kopieer eens dingen, doe ik met meningen soms ook. Ja, dat kan gevaarlijk worden. Helemaal omdat ik heb nu rechtsextremistische oom Leo. Is gevaarlijk aan het worden. Maar ken je dat je die verjaardag hebt, dat je in zo'n kringetje moet zitten? En dat iedereen dan opeens een mening begint te hebben? En dat je bij jezelf denkt, ja, verdomme, ik ga meedoen ook. En dat je jezelf een mening hoort vertellen. En dat je bij jezelf opeens denkt, hé, is dat mijn mening? Serieus? Nou, dat wist ik niet. Het komt dus omdat ik meningen ga kopiëren. Ik hoor mezelf de meest lompe dingen zeggen. Maar probeer maar mee te doen gewoon, weet je. Ik kan niks doen. Maar hij is volgende week jarig, dus ik moet even oefenen. Hebben jullie daar zin in? Zijn jullie verantwoordelijk ook? Nee, want heeft hij net de mening gehad van, ja, ze moeten allemaal dood. En wat vind jij, Fabian? Zeg, ik heb niet zo zin in, Leo. Ik heb ook een mening, Leo. En mijn mening gaat over auto Pinkwinks. En mijn mening is dat ze lui zijn, Leo. Ja, dat heb ik dan wel ergens gelezen of zo, weet je wel. Er stond het laatste bericht in de krant dat de koningspinguïn, dus een bedreigde diersoort, want de ijskappen smelten, raakt hij in het water. Terwijl ik heb volgens mij geleerd op school dat pinguïns, dat zijn vogels, ze kunnen gewoon wegvliegen, maar ze doen het niet omdat ze te lui zijn. En dat schijnt te komen, ik heb niet zelf verzonnen, dat schijnt te komen omdat die vleugeltjes, hè, die zijn zwart. Kijk, dat lichaampje, dat is wit, dat wil wel, maar het zijn die... Ik denk dat oom Leon wel leuk vindt.